Robin Poppe, aanvoerder van Heracles Almelo. Alweer een weekend zonder eredivisie voetbal. Hoe kom je dat weekend door? Voetbal. Mijn broer, hè? Nederlands elftal, dus daar ga ik even naar kijken. Ja. 13 wedstrijden onderweg. Hoe vind je dat het momenteel gaat? Goed. Een paar wedstrijden waar we wat minder waren, maar over het algemeen denk ik dat we een goede reeks achter de rug hebben en met redelijk wat punten staan. Ja. Voel je je als ploeg vervelend omdat je juist als Heracles Almelo de eerste 3 punten aan RKC hebt gegeven? Nou, dat wil je liever niet. Tuurlijk, dat is vervelend dat gebeurt. En je weet hoe langer zij verliezen, hoe dichterbij die winst misschien komt. En dat tegen ons moet, dat is echt zonde. Omdat we hadden daarin 3 punten kunnen pakken waarin je nu misschien, 4 had kunnen staan. Het zij zo. Dat is gebeurd. We hebben het daarna goed opgepakt tegen VVV. Het was net zo'n potje. Die hebben het ook lastig. En die moet je ze ook maar even zien te winnen. En dat hebben we gewoon goed gedaan. En daardoor is het gevoel alweer direct een stuk beter. Ja. Kijken naar de toekomst. Volgende wedstrijd. Ajax in Amsterdam. Ga je net als vorig jaar weer voor een stunt zorgen? Ja, daar gaan we wel ons best voor doen. Het is een mooie wedstrijd om weer te laten zien hoe wij kunnen spelen met elkaar. En hoe wij kunnen verdedigen met z'n allen. En dat hebben we vorig jaar ook daaruit laten zien. Dat is wel waar we voor willen werken. En misschien zit er wel iets moois in dan vorig jaar. Ja. Maar Osman, het seizoen tot nog toe voor jou verloopt dramatisch. Nou, dramatisch. Ik ben een tijd geblesseerd geweest. Ik denk goed aan het seizoen begonnen, persoonlijk. En daarna een blessure gekregen. Mijn eerste blessure die ik eigenlijk meemaak, zo lang. En ik heb ervan geleerd. Een blessure aan je bovenbeen? Ja, klopt. Spierscheur aan mijn bovenbeen. Wat nu wat duidelijk is, denk ik. Het heeft wat langer geduurd dan verwacht. Voor het perspraatje zei Frank Welmoed altijd van nou, nog 14 dagen dan is hij er weer. Maar het werd steeds 14 dagen, op laatst werd het zelfs 3 weken. Ja, nee, precies. Dat gaf ik aan de trainer. Ik gaf ook aan van wat de fysio's mij vertelden en dat gaf ik ook weer door aan de trainer. Een trainer heeft contact gehad met de fysio's daarover. Dus het was ook echt de bedoeling om steeds, bijvoorbeeld na 2 weken weer terug te zijn. En dat voelde ook gewoon goed. Alleen ik kreeg steeds een tegenslag en dat stond daar niet in gepland. Dus vandaar dat het steeds langer duurde. Kijk eens naar je toekomst. Wat ben je van plan om te gaan doen in de toekomst? Dit seizoen en wellicht een volgend seizoen? Oh, moeilijk. Als ik dat wist, dan... ik weet niet. Ik ben nu 25. Ik heb een aflopende contract. Ik ga hier vast wel nog praten, kijken hoe of wat. En kijken wat voor... Ik heb natuurlijk ambities. Ik wil altijd nog mooie wedstrijden spelen, mooie competities spelen. Dat is de droom van elke voetballer. Alleen dat zie ik dan wel weer. Ik focus nu hier, ik ben nu hier. Ik wil fit raken. Ik wil hier mijn wedstrijden spelen. En dan zie ik wel wat.